Hoi, mijn naam is Koen Vermeulen en ik werk sinds 2015 voor Deutsche Windtechniek Nederland. Mijn naam is Matteo de Koning, ik ben 24 jaar oud. Ik werk pas sinds kort bij Deutsche Windtechniek. Voordat ik bij Deutsche Windtechniek aan het werk was, werkte ik als elektricien in verschillende chemische plants. Hiervoor was ik lasser, dat heb ik eigenlijk heel lang gedaan. Eigenlijk al sinds de middelbare ben ik al op lasser geweest. Dat ik in de windenergie ben gaan werken is eigenlijk heel erg toevallig. Mijn oom die werkt altijd in de offshore in de windenergie. Dat heb ik wel eens eerder geprobeerd om offshore te komen. Toen was ik nog veel te jong, was ik voor mij nog 17, dus niemand wou me hebben toen de tijd. Toen dacht ik, ga het weer proberen, maar dan gewoon op onshore. Dus ik heb eerst gesolliciteerd als monteur, als onshore technicus. En toen vervolgens vroegen ze of ik offshore wou werken. Eigenlijk was 1 plus 1 als 2 en ben ik offshore gegaan. Dus dat is eigenlijk heel leuk gegaan zo. Het grootste voordeel om te werken als windtechnicus is dat je natuurlijk lekker buiten bent. In de natuur, in de buitenomgeving en daarbij kom je ook eens kijken. Je bent 2 weken van huis, maar daarbij ben je ook 2 weken thuis. En heb je heel veel vrije tijd en die kan je dus besteden met bijvoorbeeld je kinderen. Thuis vinden ze het eigenlijk allemaal niet zo erg, want ik woon alleen. De vrienden en familie vonden dat natuurlijk allemaal heel gaaf. Die dachten van, dat is echt wel wat voor Matteo. Dus die omarmde dat natuurlijk ook, omdat mijn oma natuurlijk al deed. Dus die dachten allemaal van, ja, dat zit wel goed. En natuurlijk is het natuurlijk raar dat ik 2 weken weg ben. Maar dat is zo om, joh, als je eventjes 2 knipperen en het is 2 weken voorbij. En dan kom je terug en dan ben ik 2 weken vrij. En dan ben ik er gewoon weer. De windenergie is een hele leuke markt en ook het is duurzaam. En tegenwoordig het draait om duurzaamheid en om daar een steentje aan bij te dragen is mijn doel. En ik hoop ook van iemand anders een doel. Het leukste vind ik om te werken bij Deutsche Windenergie is dat ik toch wel erg veel leuke collega's heb. Verschillende nationaliteiten. Plezier in het werk staat voorop, maar ook het gaat er wel om dat het veilig gebeurt. Maar we hebben een hele goede werksfeer, een goede werkomgeving en dat maakt het echt fijn om elke dag lekker te werken. Deutsche Windtechniek vind ik tot nu toe een hele goede werkgever. Ook al ik werk nog maar heel kort, maar tot nu toe hebben we wel al ook wel leuke dingen gedaan met het bedrijf. Zoals laatst zijn we uit eten geweest met z'n allen vanwege dat het project zo goed ging. Dus dat is ook heel gaaf. Korte lijntjes altijd, je bent geen nummer bijvoorbeeld, vind ik ook wel heel leuk. Wordt gewoon lekker aangesproken, dan heb je naam gewoon, altijd goed appcontact. Dus tot nu toe vind ik het een goede werkgever, niks te klagen. Mocht een van jullie nou ook geïnteresseerd zijn om in de windenergie te gaan werken, of het nou onshore is of offshore, dat raad ik zeker aan. Gewoon sowieso, er is altijd een goede carrière heb je. Dus je weet dat je altijd gewoon werk hebt, dat je altijd baangarantie hebt. Dus als je een technische opleiding hebt, probeer het gewoon. Ga gewoon solliciteren en kijken hoe ver je komt. Ik denk dat het wel goed gaat komen dan.